die willen niet meer een klassieke spot maken voor televisie, maar wat gaan die doen? Die gaan nadenken van, hé, eigenlijk zouden we wel iets kunnen doen met ons merk op een totaal andere manier. En wat die gedaan hebben is het spel Gran Turismo, dat is een PlayStation spel, gaan vertalen naar de realiteit. Dus wat ze gedaan hebben is een oproep gedaan online, om gamers online te laten spelen en dan de beste gamers, race gamers, uit te nodigen om dan effectief een professionele racepiloot te worden. En dat wordt dan gesponsord door Nissan en PlayStation en daar rond hebben ze dan een tv-format bedacht. Je kunt dat pitchen als zijnde Top Gear meets X-Factor. Dus eigenlijk gewoon gamers de opportunity geven om, allee, van ene ervan krijgt de kans om professioneel coureur te worden. En ze worden eigenlijk in een racecamp gestoken gedurende 2 weken en gevolgd. En daaruit zijn dan 6 afleveringen gemaakt. En dat is wat ik gedaan heb. En dat is wat je ziet aan merken dat die dat doen. En met als gevolg heb jij ook, vind ik, gelijk een absoluut vodka verhaal. Of merken die videoclips gaan beginnen steunen. Of musicbands. Of eigenlijk, ik vind dat niet anders dan Amazon die series gaat produceren. Dat is eigenlijk op zich ook... Ineens merken die zich gaan beginnen bezighouden met content. En zo vind ik dat de filmwereld niet vies moet zijn van een merk. Weet wel? Ik denk dat het veel toffer is dat je gaat samenwerken dan dat je op elkaar gaat neerkijken of zo. Dat helpt niet. En dat draagt ook niks bij. En ik vind dat juist boeiend om eigenlijk te gaan nadenken van... ik zal maar iets anders zeggen, de WeTransfer, ik weet niet of je dat kent, dat je files verstuurt. Ja, die hebben wel een enorme groep gebruikers. En dat soort dingen, vind ik, en ook zelfs als regisseur, kunnen daar beginnen over nadenken. Van ja, ik kan even goed naar hun stappen met mijn verhaal en vragen of dat zij het niet willen steunen. Want uiteindelijk, van waar de steun komt, dat maakt niet uit. Hè. Ik bedoel, zolang dat maar je film wordt gemaakt en in de zaal, dat hem gezien wordt, dat is het belangrijkste. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.